Hoi en welkom bij weer een nieuwe video. In deze video gaan we een DIY maken. Met allereerst, daar heb je daarvoor nodig een borduring. Verschillende borduurgaren of eigenlijk maar één setje, namelijk de groene set. Dan heb ik ook nog deze decostof vloer gekocht bij de Action voor 98 cent. De borduurgaren zijn trouwens nou bij de Action maar 69. En ik heb deze twee setjes met vilt gekocht en deze waren 99 cent per set. Een heleboel dingen en sommige dingen zul je niet per se nodig hebben. Het ligt er maar net aan welk effect je wil creëren. Ik heb ervoor gekozen om dit vloersstofje als achtergrond te doen. Maar als je liever een witte achtergrond hebt of iets anders wat je misschien nog thuis hebt liggen, kun je dat natuurlijk ook toepassen. Ik heb de stof als eerste strak gespannen op de borduring. En nu ga ik diverse losse blaadjes, petals, hoe je het ook wil noemen, uitknippen. Want wat ik ga maken is een maar grote succulents hieraan als een wall decor piece. De blaadjes die ik uitknip doe ik expres door het stukje stof meerdere keren op te vouwen, zodat ik maar één keer hoef te knippen en op deze manier meerdere blaadjes tegelijkertijd kan creëren. En het is een beetje een half afgeronde ruit die ik doe knippen. Net eigenlijk als een echt vet plantje wat je thuis zou kunnen hebben staan. Na even knippen zul je een heel stapeltje moeten hebben gecreëerd zoals ik hier heb en dan kunnen we beginnen. Voor dit proces gebruik ik een dikke naald die speciaal voor embroidery is en af en toe werkte dat niet helemaal mee met deze stof. Ik moet ook wel zeggen dat ik alleen de allerdikste naald die ik kon vinden van mijn embroidery set kon vinden. Dus daarom dat het sowieso wel moeilijker is. Dus als je me af en toe ziet struggelen is dat de reden. Allereerst doe ik hier een eerste laag met blaadjes creëren en wat ik doe is de buitenste hoeken naar binnen toe vouwen en daarmee het vastnaaien. Waarom ik dit doe is dat op die manier komen de blaadjes iets meer omhoog te staan, geeft het iets meer een 3D effect in plaats van dat ze plat naar achteren liggen. En nadat je de eerste keer een rondje hebt gemaakt van 5 verschillende petals, maak ik weer met 5 petals er bovenop om op die manier een tweede laag te creëren. Dit is zo'n leuk handwerkje wat je voor de tv kan doen terwijl je favoriete series aan het kijken bent. Of zoals ik nou doe en dat is namelijk met mijn AirPods in en een luisterboek en gewoon lekker mijn boek luisteren terwijl ik lekker een beetje creatief bezig ben. Terwijl je bezig bent met elk blaadje, kijk ook goed naar hoe die gepositioneerd is en zorg ervoor dat ze elkaar een beetje goed overlappen. Op die manier zie je zo min mogelijk van de ondergrond en daarmee dus daar ook zo min mogelijk van de stiksels die je plaatst. En daardoor ziet het er allemaal weer iets levensechter uit. De bovenste laag haal ik simpel één keer doorheen, alle 5 de blaadjes tegelijkertijd. En ik doe deze één keer naar beneden vastzetten. Op die manier zie je zo min mogelijk van de draad. Het kan natuurlijk zijn dat jij toevallig net een embroidery draad hebt dat er heel dichtbij in de buurt komt. Maar ik had dat niet en op deze manier was deze het minste zichtbaar. Dan zet ik de draad nog even helemaal vast zodat het niet los kan komen. En dat is de eerste succulent al klaar. Om ervoor te zorgen dat er wat kleurvariatie is, gaan we de volgende maken in een donkergroene vilt. Deze doe ik ook net iets anders maken. Zoals je ziet, deze zijn echte ruitjes. En dan heb ik hier onderin de blaadjes een extra knipje gemaakt. Op deze manier kan ik ook deze blaadjes bol zetten. Ik doe de twee onderste puntjes over elkaar heen vouwen. En op deze manier staat het blaadje wat omhoog. En in plaats van deze keer 5 petals te doen, doe ik deze keer 4 petals. Dit is gewoon zo'n dingetje waar je niet per se veel voor af hoeft te weten van embroidery. Ik hou er ook niet van om niet al te moeilijke dingetjes te maken. Het moet wel leuk zijn. Het moet niet zo zijn dat je je eigen helemaal gestrest gaat maken. En ja, dit is toch wel een van de gemakkelijkste dingen die ik voor mezelf heb verzonnen. Hoe dichter bij de kern je komt, hoe kleiner de blaadjes worden. En in het midden heb ik een ruitje opgeknipt aan 2 kanten om op die manier een middenveldje te creëren.
Zoals je ziet lijkt het net alsof er echt een klein knopje in zit, net als bij de succulents normaal zit. Voor de derde soort succulent hou ik het nog simpeler. Ik doe deze losse blaadjes uitknippen en in plaats van deze met diverse stiksels vast te zetten, doe ik deze al even van tevoren over elkaar heen uitspreiden om te checken hoe ik dit eruit wil laten zien. En door ze allemaal in één keer door de naald heen te halen en daarna uit te spreiden op mijn hoep, net zolang tot ik tevreden ben, doe ik het nog één keer vastzetten met één losse stik, of één losse steek, bedoel ik. En dat is deze al klaar. Deze lichtgroene kleur zorgt voor een echte eyecatcher en omdat ik het nog wel iets voller wil maken, doe ik expres in dezelfde kleine vorm ook een donkergroene hieronder in de hoek toevoegen, zodat het weer net iets meer gebalanceerd is. Voor deze gebruik ik weer precies dezelfde techniek als de lichtgroene. Allemaal in één keer doorheen halen en dan een beetje uitspreiden tot ze eruit zien van mijn liking. Alles een beetje elkaar overlappend. Met één steek vastzetten en klaar. En hier hangt de waldecor al aan mijn muur. Hij past perfect tussen al mijn planten hier. Echt een plantenthema. En je kunt deze natuurlijk net zo vol maken als dat je zelf wilt. Ik hou ervan om het meer gebalanceerd te houden. Dus daarom dat ik het zo 1/3 vol doe rondom de ring. Dat was het weer voor deze video. Hopelijk vond je de video leuk. Als je hem leuk vond, vergeet deze dan vooral een duimpje omhoog te geven. En hopelijk tot de volgende keer weer. Doei!